Iedereen die weet dat wij met de Bankgiro Loterij de prijs niet gewonnen hebben. En toen hebben we direct gezegd, nou wordt het een kwestie van lange duur. En die lange duur die heeft ervoor gezorgd dat wij toch bij stukjes en beetjes de schuur een beetje bij elkaar hebben gevonden. En dat betekent met veel sponsoren en een deel natuurlijk koop. Want we hadden toch wat middelen gevonden. En daarvan hebben we het karkas laten bouwen. En de omgeving van dat karkas, dat zijn nou door sponsors bij elkaar gebracht. Nou kijk, vroeger dan werden de gebinten zodanig gemaakt met daar steekbanden in. En alles verbonden met pen en gat. Dus men maakte de insporing en daar werd dus verbindende hout aan vastgemaakt met gaten erin geboord en met eikenpennen erdoor. Dus zo waren de verbindingen. En die hebben ze nu ook hier in de schuur gemaakt. Ja, daar zie je tegenwoordig niet zoveel meer. Hè? Nee, jammer genoeg niet, nee. Maar het past wel goed bij de molen. Dat vinden wij ook. Kijk, datgene wat wij vonden, wat zoveel mogelijk passend was bij dit gebouw, dat hebben we laten uitvoeren, zover als kon. En dat heeft de firma Kemperink heeft dat prachtig gemaakt. Ja. In prefabvorm, moet ik er ook bij vertellen. Dus het geheel is in de fabriek gemaakt. En dat komt hier, dat zie je aan stukken en beetjes, komt dat hier naartoe. We weten met z'n allen dat het nog niet compleet is. En de sluis die moet nog gemaakt worden. Dat betekent de verbinding tussen de schuur en de molen. Onder de stelling door. En dat is weer een apart geheel. En daar zoeken wij ook nog sponsors voor als kant.